Goeiedag. De nieuwe weerkaarten zijn binnen van het Europees Centrum. Mooi moment om even naar de 30-daagse te gaan kijken. Wat zijn de trends voor de komende tijd? Ja, het weerbeeld is wisselvallig in Nederland. De zomer is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de voorgaande drie zomers: dat het vaak droog was en warm, extreem warm. Daar is geen sprake van deze zomer. En eigenlijk is dat heel normaal. Het beeld wat we deze tijd hebben. Dat is eigenlijk gebruikelijk voor een Hollandse zomer en die extreme hitte die past daar niet in. Momenteel hebben we te maken met een wat drogere periode, bij temperaturen zo tussen 22 en 25 graden. In dit weekeinde houden we dat nog wel even vast, maar vanaf maandag wordt het weer wisselvalliger, krijgen we weer te maken met buien en komt de maximumtemperatuur in de middag vaak niet boven de 20 graden. Aan het eind van de periode lijkt die temperatuur wel weer iets omhoog te gaan. En eerlijk is eerlijk, die temperaturen net onder de 20 graden, dat is echt wel wat fris voor deze tijd van het jaar. Laten we de weerkaarten maar eens gaan bekijken. Dit is de luchtdrukafwijking voor 23 augustus tot en met 30 augustus. Niet dus voor volgende week als we weer die wisselvallige periode hebben. Nee, dit is de week erna. En dan zien we veel roze boven het westen van Europa. En dat betekent dat de verwachte luchtdruk wat hoger zal zijn dan gebruikelijk. En op zich is dat een gunstig beeld, want dan heb je te maken vaak met droog weer en zijn er ook zonnige perioden. Afhankelijk van de windrichting doet de temperatuur dan ook iets. Maar als ik die kaart voorzet. Dan zien we dat boven de Benelux er veel wit aanwezig is. Groot deel van Frankrijk ook. En dat betekent normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. En eind augustus moet je dan denken aan maxima zo rond 21, 22 graden in een groot deel van het land. De week erna dan zien we weer heel veel wit als we kijken naar de luchtdrukafwijking met andere woorden dat roos van dat hoge drukgebied dat is verdwenen en de luchtdrukverdeling die zal weer vrij normaal zijn volgens dit model met andere woorden lage druk in het noorden in het zuiden hoge druk en dan heb je over het algemeen een westelijke stroming boven Nederland en met die westelijke stroming wordt dan vaker weer wat wisselvalliger weer aangeleverd Qua temperatuur verandert er ook weinig. Dat is over het algemeen allemaal vrij normaal. En begin september zit je al te denken aan maxima van zo rond de 19, 20 graden. In het zuiden van Europa, daar is nog steeds de warmte aanwezig. We kunnen echt wel gaan stellen dat de zomer in Zuid-Europa erg warm zal zijn dit jaar. Laten we nog maar even de weken op een rijtje zetten. Dan beginnen we met volgende week. Nou, dat was die frisse week met dat onbestendige weer. En dat zien we dan ook terug ten opzichte van normaal zitten we duidelijk lager. De week daarna en daarna, dus 23 tot en met 6 september, die twee weken, die verlopen vrij normaal. En dat geldt eigenlijk ook voor de laatste week. Daar heb ik de kaart niet eens van laten zien, want die was helemaal wit. En ook qua neerslag gebeuren er weinig schokkende dingen. Kortom, de zomer die zal doorkabbelen zoals hij dat nu doet. En dat is een typische Hollandse zomer. Nog een fijne dag.